Het is 8:30 's ochtends. Dag 1 van de Mol Experience 2012 is begonnen. De kandidaten verzamelen zich in het park achter het Van Maland Lyceum in Eindhoven. Dat is jammer. Geen mol voor de pot. Hey, het is nog. Het is precies 8:30. Het is 8:30. Het is volgens mijn pot precies 8:30. Een kleine introductie voor jullie allemaal. Het spel is begonnen. 10 hechte vrienden. We staan er 9. Waarvan 1 kandidaat. De mol. Ja. Misschien is hij er wel niet, wie weet. In deze week gaan jullie spelen voor mol en geld betalen. De maximale mol dat jullie kunnen verdienen is 30.000. Ah. 30.000 mol. Ik zal het voor jullie hier neerzetten. Dan kunnen jullie er rustig naar kijken. Terwijl jullie beginnen met het eerste deel van de opdracht. Ik wil zo meteen op 1 voor 1 jullie allemaal je tas gaan pakken en een schatting gaan maken hoeveel die tas weegt. Dan ga je op de weegschaal staan met je tas, daarna zonder je tas. Het verschil daarvan noteren wij. Uiteindelijk, als alle tassen gewogen zijn, krijg je de verdere instructies en gaan we naar een tweede locatie. Even kijken, wie wil als eerst? Pak de tas. Pak ook pakken. Ook je pak, al je bagage. Als je het fout hebt, verlies. En dan wil ik je vertellen hoeveel je denkt dat het weegt. 13 kilo. 13 kilo. Ja, het is nooit 13 kilo. Ja, wel eens 13 kilo. Ben je zelf erbij? Ben je niet zo goed in gewicht, schat? Nee, 94,4. Dat is goed staan. Dan is er maar 4 kilo. En dat je alleen maar goed staan. 14 kilo. Oh, toch best wel lang. 1 kilo naast. 7. Hoeveel denk je dat het weegt? 15 kilo. 15 kilo, gaan we staan. En een half. 15,5 kilo. Heb je van tevoren gewogen? Mooi hoor. Nee. Dat kan echt niet. Eén iemand die precies het aantal goed is. Dat kan consequenties hebben voor de rest van de opdracht, maar we gaan even door met winnen. Hoeveel denk je? 14. 14, ga maar staan. Zou je streefgewicht? Ja. Dat was niet zo leuk. Oké, dat betekent dat wij een winnaar hebben, Jorrit. Ik hoop heel erg voor jou, Jorrit, dat jij jouw 3 houtblokken bij je hebt. Ja. Want die zou je zo meteen hard nodig hebben. Voor de rest, Dirk Michielsen, omdat hij hier niet is vandaag, is het heel jammer voor hem. Hij is automatisch de verliezer van deze opdracht. Dat betekent, wij gaan zo meteen daar naartoe.
En dan wil ik graag nu drie chauffeurs. Bob, Jan, Ties. Waar is eerst? Goed zo. Ik heb twee dingen gekozen. Oké. Jongens, Bob gaat in de Mazda, Jan gaat in de Nissan en Ties, jij gaat in de Renault. Ja? Dan kunnen jullie nou zelf groepenindelingen maken. Bij Bob kunnen er drie man achterin, bij Jan twee en bij Ties ook twee. Ja, bij mij de drie lichtshot als ze anders zakken, dat is ook anders zakken. Ja, gelukkig. Ik heb geen sleutel op. Ik ben heel graag zelf zeker. Ik ben een voorsprong. Kom! Jan! Kom! Jan! Jan, de sleutel! De sleutel! Hey Jan! Hey, als je doet, doe het veilig, hè? Fiets gelicht. Ik ben heel graag zelf zeker. Organisatie! Je moet op de hoedenplank. Sorry man. Ik ben gewoon half uur later weer. Op te zwegen. Een hele mooie opdracht, waar ik niet aan mee heb gedaan. Wat moet ik ervan zeggen? Ik was mijn ID-kaart vergeten en die moest opgehaald worden. Waar zit dan voor? Dag meneer. Onder de wiel ophangen. Oh, dit is een slimme. Wil je die voor? Let there be space. Talk to engines. Voor mij wil Jan niet zeggen, bro. Doe me niks. Kandidaten, het spel is begonnen. Luister goed naar mijn boodschap. Want ik, de mol, weet alles. Jullie eerste locatie wordt bekend. Rij nu naar het Evolion. Daar zal jullie eerste opdracht klaar liggen. Succes! Jullie zullen het nodig hebben. Van jullie de vacuüm of gesielde verpakkingen? Een wc-rol, dat is 1. Doosje lucifers. Dubbel gesield. Dubbel gesield. 2, 3. 3 dubbel gesield. Gesield. Dicht verbrand met strijkijzer. Ja, ik reken ze goed. Aan wie mag ik pot geven? 500 mol. Oh, zullen we erover stemmen? Ja, ik stem niet voor. Niet stemmen. Niet stemmen. Zo, ik ben accountant. Ja. Ja, jij kan dus geld verdoezelen. Ja, dat doe ik al. We hebben geen. Allemaal opgehouden worden? Iedereen? Ik niet. Wie van jullie wil de pot? Kom maar. Gilles, Stijn of Jan? Ik had nee moeten zeggen. Nee, ik wil. Tijn heeft de pot. Ja hoor, die raakt hem kwijt. Ja. Maar die vind ik wel heel mooi dat Tijn de pot heeft. Oké, de opdracht is simpel. Kamertje verhuren. Ik wil zo meteen dat Jorrit begint. Jorrit mag in één keer alle drie zijn houtblokken ergens op het veld neerleggen. Daarna mogen jullie zelf bepalen wie van jullie daarna gaat. Maar Dirk Michielsen is als laatste. Degene die tussen Jorrit en Dirk Michielsen zitten, die mogen maar twee houtblokken neerleggen. Dat mag in één keer. Dirk Michielsen moet goed opletten dat hij zijn enige houtblok goed neerlegt. Dan Jorrit. Hij moet allemaal zorgen dat Dirk niks krijgt. Hij is weg. Jorrit heeft zijn molboekje. Oh, wat werkt dat zo? Ik weet niet wat je
Wie ben jij? T-shirt smallboekje. Wie ben jij? T-shirt heb jij jou niet. Oh ja, mijn naam staat erop. Oké. Okay. Nou, hij staat er niet heel groot op, maar hij staat erop. Als ik nu hier eentje leg, dan eentje rechts onderin. Ik kan nooit iets pakken. Ja, goed nadenken, dat wel eens. Ja, inderdaad. Wat? Hij nam de doorsnede. Ah, de hij nam de doorsnede erg serieus. Ah, de Jew. Rudolf. Gewoon zorgen dat Dirk niks kan pakken. Kan ja, Dirk kan er iets pakken dan. Dirk, jij hebt kans op een molboekje. Ja, Bas, je had het wel een hele helaas, Steven, jij hebt nou op dit moment geen molboekje. Maar ik heb aan iedereen de kans gegeven op dit moment om voor 100 mol per kandidaat je laatste houtblok neer te leggen. En hoeveel mol hebben we in de pot? 500. Ik zeg niemand. Ik zeg ook niemand. Alles Steven, wil jij een molboekje? Ik wil best een molboekje. Dikke 03B. Wil jij 100 mol gebruiken om jouw laatste houtblok op te leggen? Ja, maar met één plank gaat het moeilijk lukken. Ja. Wil iemand Steven helpen? Nee. Niet. Ja, je hebt het er al tegen. Doe je voor alles op wat je eigen keuze. We willen Steven geen boekje. Maar jij bent dus als... Oh ja. Is er iemand die wil helpen? Het is ik wil dus niet te laat om jou te helpen. Met ik wil mezelf als ik het eerst een pakje neem. Ik wil zelf niks okay. Wat als je zelf nog even... Ja, dan... Oké. Okay. Killes, min 100 mol uit de pot. Leg het plankje maar neer. Prima. Nou, dat wilde ik dus net verraden. Ik doe het ook. Hij heeft zijn plankje niet. Oké. Okay. Dan doe ik het daarna. Ja, doe maar. Leg maar neer. Als ik één plankje neer mag leggen... Dan kan ik gewoon voor de joker gaan, want er lag er eentje. Dus toen hoorde ik Gilles zeggen, kan ik ook één plankje neerleggen. Dus toen dacht ik, fuck, als hij het doet, dan kan ik het net zo goed doen. Gilles, ik doe het na Gilles. Als 200 mol uit de pot. Vierde. Fuck dit. Ik doe dat Gilles als hij hem daar neerlegt. Ah! Ik mol als eerste neerleggen, nee, heb ik gevraagd. Helaas, leg hem maar neer. 100 mol is al uit de pot. Gilles, leg hem alsjeblieft op die van Jorrit. Wacht even, wie gaat maar een bier dan meer in? Ik leg hem naar jou neer. Ja, zullen we het delen? We gaan voor de twee. Ja. We zijn voor Joodse actie. Oké. Dat vinden jullie wel goed. 400 mol uit de pot. Wie gaat Steven helpen? Wat is dit? Dit gebeurt gewoon opeens. 400 mol uit de pot. Ik help Steven heeft nog steeds niks. Dirk helpt Steven. 500 mol uit de pot. We hebben 500. Nee. Kom. 1, 2, 3. We hebben maar 500. Nee, maar ik kom. Je hebt nog twee plankjes. Waarom leg je dan niet gewoon twee plankjes om een joker heen? Ik help Steven. We hebben maar 600 mol uit de pot. Jullie staan er niet in. We hebben maar 500. Waar is dit? Ja, jij houdt het geld bij. Waar ben je mee bezig? Ik doe niks, ik sta hier. We worden toch 5 plankjes kwijt. Ik kan die mol snel nog pakken. Oké, zijn er nog meer mensen die plankjes willen? Ja, dikke lul. Oké, 700 mol uit de pot. Klik dan maar op, dan leg gewoon deze hier. 800 mol uit de pot. Bam, 900. 900 mol uit de pot. 1000, maak je 1000 van. Wat is dit? Ja, dit is gewoon pure naaierij. Jan, jij hebt toch nog een boomstroom? Ja, gooi een boomstroom rechts neer. Maak ja, ben jij zeker? Wie heeft er een plankje? Ja, jij. Ja, dat ligt in de auto. Ja, ik heb ook nog een plankje. Dan is het bij deze besloten. De 500 van net gaan uit de pot en jullie staan 300 in de min. Kan beter. Ik zou zeggen, we stappen in de auto, neem je plankjes weer mee en... Pak deze ook maar mee. Naar de volgende locatie. Ja, daar het andere plankjes pakken. Ik heb even die handen op. Die ook. Ik vond dat iedereen bezig was met het vernaaien. We hadden met z'n allen afgesproken in eerste instantie. Niemand gaat voor dat extra plankje. En toen op een gegeven moment werd er gerend en gesprint. En begon iedereen die plankjes wild neer te leggen. Dus toen dacht ik, jullie stikken er maar in. Weg met het geld. Dus mijn opdracht is 0 euro. Het is 12 uur 's middags. De kandidaten zijn gearriveerd op hun tweede locatie, de Maasplassen. Hier zullen zij hun tweede opdracht krijgen. We zijn wel erger dan een groep van de beestserie. We lopen echt alles de losse vast, zitten van elkaar te jatten en die andere weten, dan moet je eerst een beetje elkaar leren kennen en vrienden worden, maar wij gewoon vertegenwoordigen.
Dadelijk is het echt, waar zijn mijn schoenen? Dat is een hele doorbraak als je een coalitie hebt op tv. Dus willen wij allemaal informatie delen. Vrij simpel. Jullie gaan zo meteen in 5 kano's het water op. Zorg ervoor dat je je zwemvest goed dichtplikt hierboven, onder. Daar zijn verplichte dingen. In het water, dat hebben jullie waarschijnlijk al gemerkt, liggen 5 verschillende soorten ballonnen. Daar wil ik graag nu 5 dubbels. Die nieuwe hier. Ha! De onderzee. Ha, de molders. Die wil geel. Voor iedereen. Er liggen hier 5 verschillende kleuren ballonnen in het water. Zorg ervoor dat jullie alleen de kleur van je eigen ballon in je bootje neemt. En zorg ervoor dat die ballonnen heel huids weer terug aankomen. Jullie hebben een uur om alle ballonnen te verzamelen. En de tijd gaat nu in. Met de tijd, want het is namelijk zo dat binnen de opdracht valt namelijk nog een puzzel. Die moeten jullie gezamenlijk oplossen en die ligt daar op de kade. Nee, met z'n allen. Zorg dat deze boodschap bij iedereen komt en zorg ervoor dat je dus nog binnen een uur daar bent, want zodra het uur voorbij is en de puzzel is nog niet opgelost, dus ligt de opdracht, ja? Ja. Je weet niet hoe je loopt falen. Ja, daar heb ik al.
Denk je daar nog veel ballonnen? Als het zo is, is het tijd. Hier achter de boot aan de kant, dan kan deze boot erin. We hebben een klinkers. Jullie hebben nog een M. I. Ik heb voor deze. En dit is een S? Nee, is een G. Dit is een S. En nog een O? Hier moet ik sowieso een twee leggen. Dat zit een H. Die dat is een D. Ook 9. Dat is een D. Een M met boogjes. Ja, maar wie is een mol moet het zijn? Ja. En dan kan je die andere M als regelen. Hier kan kandidaat. CH, hebben we een H? De Mol Experience. Ja. Dat vind ik een hele goede. De Mol Experience. Ja, dat vind ik een hele goede. Jullie zijn ervoor, we zijn even stemmen. Ja, ik ben willen voor Mol Experience hier neerleggen. Ja, de Mol Experience. Ik ben tegen, man. Ik ben altijd tegen. Ja, hoezo? Ik wil alles in overleg moet gaan, anders vandaag iemand. Ja, maar we hebben nog even, dus we kunnen ook gewoon even neerleggen. Een hint kost 200 mol. Ja, we gaan niet verder in de mail. We hebben niks. Jongens, we hebben geen geld, dus er wordt niks gekocht. Okay? Oh, dat zei ik ook net. Toen legt hij nog een plankje neer. Wacht even, we zullen het wel centraal, want iedereen maar een beetje gaat lopen met die bronzen. Op het water vond ik iedereen meteen verdacht te doen. Met het pakken van andermans ballonnetjes. Zelf heb ik me daar een beetje buiten gehouden. Ik denk, nou, laten we maar in eerste instantie aan de opdracht houden, eens kijken wat de rest doet. Maar het viel me op dat iedereen meteen probeerde om zichzelf eigenlijk al een soort van mol te laten zien. En wij zijn bestemming. Ja. Stem beginnen, ja. Klopt, dat is toch wel een beetje. CH heeft hij. Nee, maar hier is ook nog iets, hè? Gemmenink is dan een plaatsje. Dubbel M of dubbel N, een van de twee. We hebben nog een H hierbij. Misschien is het Germany. Maar er stond daar geen A bij. Ja, we hebben een H hierbij. Oranje. Je moet een H. Ik heb me niet gehoord aan het einde bij CH. Ja? Oké. Dat zou als het Germany is, maar misschien is het iets anders. Nee, Germany. Dat zal wel goed zijn. We zijn al zo eind op weg naar Germany. Hey, we missen een niest, hè, bij Giel. Maar net zoals de TomTom ook gewoon ingesteld op Gemmenig, toch? Sla keer om. U rijdt naar Groningen. Waarom? Oh, wat doe je? Mol. Oh. Ja, dan kunnen we terugkijken op het blaadje. Dat was een jongen, joh. Het was een A. Jongens, weten we het? Oké, coach, mogen we het zeggen? Zeg het maar. Wat is de eindbestemming van de Mol Experience? Vraagteken. Vraagteken. Gemmenig, uitroepteken. Hij heeft 100 mol. Hoppa! Wie zal ik hem geven?
Ja, de pothouder. Hè? Ja, dat is niet Dirk. Dirk, nieuwe pothouder? Ja, kom maar. Alsjeblieft. Dankjewel. En dat nog met ruim 10 minuten op de klok, jongens. Dat verdient 1000 mol extra. Dat is niet 1000, ik 500. Slet. We hadden beter rustig aan kunnen doen. Voor de rest, dat wordt nog verrekend, want het wordt uiteindelijk min 300 eruit. Dus dan heb je er zo meteen 1200 mol in de pot, jongens. Woe! 1200 mol. Met 1200 mol op zak vertrekken de kandidaten naar het pittoreske dorpje Gemmenich, net over de Belgische grens. De eerste helft van dag 1 zit er nog maar net op. En de vraag blijft bestaan. Ben jij de mol? Nee. Of ik de mol ben? Ja, daar heb je een mooi antwoord op, hè? Nee, ik ben niet de mol. Misschien wel, misschien niet. Alleen de mol weet dat ik de mol ben. Nee, ik ben niet de mol. Ik ben niet de mol. Ik ben de mol. Voor meer informatie bezoek de website www.molexperience.nl. Volgende week in de Mol Experience. Okay. Ja, maar dan. Hey, weet je het zeker? Ik weet nog iets, maar ik denk dat het door het bos sneller is, maar ik weet niet hoe. Dat is geen bot.